Dames en heren, goedemiddag. Welkom op het Jaarbeursplein. Mijn naam is Victor Everhart, ik ben wethouder in deze stad. En het is me een eer en genoegen om op deze catwalk te mogen staan. Ik ben blij dat u de weg naar Utrecht heeft gevonden, als u al niet natuurlijk uit Utrecht komt. Want vandaag is een bijzonder moment. Vandaag geven we het Jaarbeursplein weer terug aan de stad. Aan Utrecht. En wat belangrijk is, is dat dit plein op dit moment gebruikt kan gaan worden. Maar hij is nog niet helemaal af. U ziet nog een paar mooie plekken. Dat worden bomen. Hierachter kan het water terug gaan komen. En wat we willen gaan doen, is het plein gaan gebruiken. En kijk rond u heen. Mamma mia, wat is dit een plein? Wat is dit een fantastisch, mooi, groot plein. Het echte entree van Utrecht. En ik weet niet of u het nog herinnert, maar hier was een aantal jaar geleden een smalle opgang. Een plek wat we het achterkant van het station eigenlijk wel zagen. Een plek, een soort niemandsland tussen station en de jaarbeurs. En dat hebben we nu verrijkt met dit plein. Dit plein waar dagelijks gewerkt, gerecreëerd gaat worden. Waar mensen gaan wonen. Waar elkaar kunt ontmoeten. En waar de trap al een enorme belangrijke functie in heeft. Het is ook het plein wat de verbinding maakt tussen de fantastische historische binnenstad en de hele ontwikkeling aan de westkant van onze stad. Want deze week hebben wij 350.000ste inwoner mogen begroeten. En het groeit door, onze stad. Meer mensen wonen nu aan deze kant van het station dan aan de oostkant. Dus dit plein gaat ook die verbinding worden waarbij de oude historische binnenstad en dit vergrote centrum een rol gaat spelen in het dagelijks leven van Utrechters en iedereen die hier komt en werkt en leeft. En daarom hebben we gekozen om dat plein centraal te stellen. Dat plein hebben we eerst ontworpen en daarna gaan er nog meer gebouwen omheen komen. Het Jaarbeurspleingebouw. De bussen zullen verdwijnen. Er zullen daar ook terrassen gaan komen. Aan die kant zal er nog een hotel bij gaan komen. Aan die kant, om de hoek, Jaarbeurskwartier, zal een woonwijk gaan verrijzen voor 3000 nieuwe Utrechters. Of Utrechters die daar willen gaan wonen. En die combinatie in een ontwikkeling van onze stad waar gezond stedelijk leven voorop staat, willen we dit plein ook gebruiken om hier te voet, met de fiets, je weg te vinden. De auto rijdt durende de bouwfase al niet meer. En hieronder zit een parkeergarage waar je straks die auto ook kwijt kan. Dus in het straatbeeld gaat het over wandelen en fietsen. Het gezond stedelijk leven waar wij voor staan. En ja, dit is een openluchttheater. Wat ook een prachtige vloer in zich heeft. Het Schotse tapijt. U ziet hier dat wij daarmee samen met het water wat we terug gaan brengen ook een heel levendig geheel gaan brengen. Dit ontwerp, deze ontwikkeling, daar zit heel veel denkwerk in. Heel veel mensen die hier hard aan hebben gewerkt. En ik wil er een paar even nu benoemen. De architect. Okra Landschapsarchitectuur. De directievoering. Ingenieursbureau Witteveen en Bos. En de aannemer. De aannemerscombinatie van Hattem en Blankvoort. En Visser Smit. En met name Van Kessel voor de bouw van het plein. Een groot applaus voor al deze mensen die er keihard voor hebben gewerkt. Aan u. Houder, zoals u allen ziet, zijn wij bijna klaar, maar nog niet helemaal. De komende maanden maken wij het plein nog veel mooier. En ook veel groener. Het oogt nu nog een beetje steenachtig. Ook al zijn het hele mooie stenen en komen ze inderdaad helemaal uit Schotland,
en zit er een hele mooie parkeergarage onder. Het moet nog veel groener. En om een kleine start te maken, ik herhaal een kleine start met die vergroening, heb ik voor u een prachtig boompje meegenomen. Die wil ik u heel hartelijk overhandigen met alvast mijn felicitaties voor het prachtige plein en de garage eronder. Alsjeblieft. Dank u wel. Hey. Het symbool voor al die bomen die hier gaan komen. Ja, en hoe geef je een plein terug aan de stad? Vorige week, ik weet niet of je erbij bent geweest, hadden we hier al een groot evenement. Voordat we gingen bouwen, hebben we hier eigenlijk al de 100 dagen aftelactie gehad voor die fantastische Tour de France die we in deze stad hebben mogen ontvangen. Toen zagen we al wat dit plein kan brengen. Vorige week hebben we het ingespeeld met King of the Courts, het grote volleybaltoernooi. En nu staan we op de vooravond om hier Climate Planet te gaan ontvangen. Ook dat zal hier in deze, op dit plein gaan plaatsvinden. Komt alle. Maar een plein teruggeven aan de stad gaat over de mensen. En vandaag, en dat is dan ook het fantastische combinatie die hebben we gevonden, de start van het cultureel seizoen. Anything but the people. Zo'n stad is niet zonder die mensen. Dat is het thema, het motto waar wij vandaag de start van dit cultureel seizoen mee gaan beginnen. En daarom zal deze wethouder geen lintje knippen, niet op een knopje slaan. Er zal er geen vuurwerk ontstaan. We gaan beginnen om de stad podium te geven. De Utrechters het podium te geven als start van dit cultureel seizoen. En daarmee ga ik symbolisch de openingshandeling verrichten door uit te nodigen van de basis voor actuele kunst, de directeur Maria Lavovia. Groot applaus aan u de eer om het podium aan de Utrechter te geven. Dank u wel. Goedemiddag Utrecht. Goedemiddag Utrechters. Welkom. Welkom allemaal in dit, zoals gezegd, openluchttheater. Dat zometeen meer dan 300 inwoners uit heel Utrecht het podium biedt tijdens deze viering van onze stad. Zij presenteren zichzelf en jullie allemaal, kunnen via die twee grote schermen hier de verhalen volgen en lezen achter deze bijzondere mensen. Ik ben Maria Lavajova, ik ben directeur van BAK, Basis voor Actuele Kunst, aan de Pauwstraat in Utrecht en initiatiefnemer van dit project. Nou, het was afgelopen maanden heel erg, maar dan heel erg inspirerend om aan dit project te werken. Verschillende verhalen van al deze Utrechters te horen en de energie te voelen die de deelnemers en het creatieve team meebrengen. Onze grootste dank gaat dan ook uit naar iedereen die straks het podium opkomt. Namens BAK en de partners in dit project Centraal Museum Utrecht en hun programma Decentraal en Spring Performing Arts Festival. Ik ben trots dat we met een klein team zoveel mensen wisten te verbinden aan What is the City but its People. Een kunstwerk dat werd ontwikkeld naar een idee van de Britse kunstenaar Jeremy Deller. Onder leiding van regisseur Richard Gregory creëerde componist Joram Kroon, schrijver Baba Tarawali, fotografe Marike Wijntjes en choreografe Anne Soerendonk een bijzonder en uitgesproken zelfportret van de stad. Maaike Grauwenberg en Sanne Karsenberg leiden de productie en mijn artistieke team, samen met Laurie Kloutmans, waren inhoudelijk betrokken. Dank aan Manchester International Festival dat we deze performance hier kunnen brengen. Nou, zo'n grootschalig project was ons nooit gelukt zonder het geloof en de inzet van partijen in de stad.
Utrecht Marketing Culturele Zondagen, DOCS en CU2 030. RTW Utrecht zendt de performance nu live uit. En wat geweldig het is dat de catwalk ook te zien is in vele Utrechtse huiskamers. Ook bedankt gemeente Utrecht, het KF Hein Fonds, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor financiële ondersteuning. En Jaarbeurs Utrecht en Beatrix Theater voor het genereus openstellen van hun ruimtes als backstage. Nu wil ik jullie aandacht vragen voor de performance waarmee het uitfeest wordt geopend. What is the city but the people? Want inderdaad, the people are the city. Welkom. Thank you.
met me mee. Loop met me mee. Look at the man.
ik boven op de dom sta, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude grachtje, het vreemde Remwijkzee. Ja, daar springt me hartje open, ik ben trots vandaag in wat. Er is geen mooie plekje als Utrecht me stad, als Utrecht me stad. Utrecht me stadje, daar gebeurt van allerhand. Het bruis aan alle kant in het hartje van het land. De Sterrenwijk, het Houtplein en het Lange Rozendaal. Utrecht, het mooist van allemaal. Geboren in een huisje in de zakken dragen steeg, vlakbij het logement van Jan de Tenteneus. Al de Breuk en Gekke, Bart de Bult, de Koos, de Gleufjes, Kind, Schele, Onkeloen en Blauwe Teus. Woon al mijn leven lang in Utrecht en ik heb het naar mijn zin, want er is bij ons van alles aan de hand. Je kan gaan dansen op de kroegjes en je stapt het leven in met mooie mokkels en een flipper aan de wand. Als ik over op de dom sta, kijk ik even naar beneden. Dan zie ik het oude grachtje, het Vreemuur en Wijkzee. Ja, daar springt mijn hartje open, ik ben trots van daar ging wat. Er is geen mooie plekje als Utrecht me stad, als Utrecht me stad. Ja, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, Utrecht me stadje, daar gebeurt van alle rand. Een bruis aan alle kant, in het hartje van de band. De Sterrenwijk, het Houtplein en het Lange Rozendaal. Utrecht, het moois van allemaal. We zingen in ons landje, bij ons in de Jordaan. Van dat gaat naar de bos toe en dat gaat naar de zaal. Maar het mooiste wordt vergeten, dat is toch zeker schat. We hebben ook nog Utrecht in het hartje van het land. Als ik onder op de dom sta, kijk ik even naar beneden. Ja, dan zie ik een oude graag. Het Vreemde Remwijkzee.